Ik doe deze week een challenge dat ik 7 dagen lang maximaal 30 minuten op mobiel zit. Zou jij dat ook kunnen, denk je? Maximaal 30 minuten op je mobiel elke dag? Nee, dat gaat niet lukken. Dat kan ik wel. Ja, dat zou me wel lukken, ja. Ja, ik denk als ik echt mijn best zou doen en als het echt een challenge zou worden, dat ik het wel kan. Waar gaat de meeste van jouw schermtijd dan op? Ik denk wel dingen zoals memes kijken op Instagram. Nou ja, ik kijk ook heel veel Netflix op mijn telefoon en appen en Instagram. Kan jij je ergeren aan mensen die veel op hun mobiel zitten? Ja, eerlijk gezegd wel. Zeker als je met elkaar bent, vind ik wel het wel zo netjes om het zo min mogelijk te doen. Want je bent met een ander en niet in je virtuele wereld. Ik vind dit belangrijker. Nice. Ik vind het veel fijner om die endorfine hieruit te halen. Om gewoon met mensen te praten en een beetje te lachen en leuk te doen. Hoe hoog denk je dat jouw schermtijd is? Oh, ik denk 7 uur ongeveer. Ik zit nu wel rond de 3 uur minimaal per dag. 1,5 uur, 2 uur, zoiets. Zullen we even naar je schermtijd kijken? Mag dat? Ja, dat hebben we iedereen gedaan. Ik heb hier schermtijd. Gisteren was 8,5 uur, ja, dat was heel... 8,5 uur? Weet je wat ik net zag? 8 uur en 30 minuten. Kijk, Ik vind dit toch wel schrikbarend. Zoals je ziet, 4,5 uur, bijna 5 uur aan YouTube. Kijk je dan op YouTube? Dingen over relaties, break-ups, hoe je mee om moet gaan en zo. Dit is toch wel best veel. Ja, dat klopt, ja. Maar het staat wel 10% minder dan vorige week. En als je eens 1 week teruggaat? 6 uur en 3 kwartier. Jouw les was wel heel saai, denk ik. Ja, sommige wel, ja. Oké. Is dit een beetje wat je verwacht had? Nee, ik had eigenlijk wel minder verwacht. Ja. Dus je bent teleurgesteld in jezelf? Wel een beetje, maar het is wel 22% minder dan vorige week. Misschien kan ik je wel challengen. Ik zeg misschien 1 uur minder per dag? Ja, dat moet wel lukken, denk ik. Hoop ik.